Deze ochtend was er de uitspraak van het Europees Hof van Justitie over bepaalde elementen uit de Belgische wet op de havenarbeid. Bij ons gekend onder de naam de wet majeur. Half september gaf de advocaat-generaal bij het Europees Hof met zijn advies al een richting aan. Het stelsel dat bedrijven binnen het havengebied verplicht zijn om enkel te werken met erkende havenarbeiders stond niet ter vraag. Zeker niet wanneer dat nodig was omwille van veiligheidsredenen. Wel worden bepaalde elementen uit de aanwervingsprocedure, zoals de aanwerving via paritaire comité's, aangevallen. Deze zijn volgens het Hof in strijd met het Europees Unierecht. De Raad van State en het Grondwettelijk Hof moeten zich nu verder uitspreken. Hoe dat gaat lopen, dat weten we natuurlijk nog niet. Maar deze uitspraak kan en zal gevolgen hebben voor de manier waarop havenarbeiders worden aangeworven en worden toegelaten tot de pool. En zo zal de poort wellicht geopend worden voor meer sociale dumping en het verder uithollen van het sociaal statuut. Want we weten allemaal dat de tegenstanders van de wet majeur, zowel in Vlaanderen als in Europa, niet zullen rusten. En ik vrees spijtig genoeg ook het ergste in dit parlement. Toen we enkele maanden geleden bij de bespreking van uw beleidsbrief dit aangekondigde probleem aankaarten en vervolgens een beleidsaanbeveling formuleerden, en ik citeer ze letterlijk, de commissie, na de minister van Werk der Manje gehoord te hebben, roept op om alle wettelijke middelen uit te putten om onze wet majeur te beschermen, als dan bij de stemming alle partijen, dus ook de socialisten en de communisten die hier subiet het sprekersstoel te zullen bestijgen, met overtuiging tegenstemden, dan weet die havenarbeider wie zijn kameraden op de barricade zijn en wie dat niet zijn. Dus mijn vragen, welke stappen worden genomen om de gevolgen van deze uitspraak op te vangen? Hoe kunnen we het unieke beschermingssysteem van de wet majeur in de toekomst vrijwaren van verdere uitholling? En welke concrete maatregelen zal u nemen om sociale dumping in onze havens te verhinderen? Dank voor uw antwoorden. Het Vlaams Belang blijft aan de kant van de havenarbeiders staan. Wij staan aan de kant van die mannen en vrouwen die werken onder bescherming van de wet majeur. Aan zij die dag en nacht ravakken om onze economie en ons land draaiende te houden. De in- en de export van Vlaanderen te blijven garanderen, zelfs in coronatijden. Of de zon u brandt of het vriest stenen uit de grond, de havenarbeider stond er en staat er. En dankzij de wet majeur doet hij dat in de beste omstandigheden. Goed opgeleid, met strikte veiligheidsregels en goed beschermd wanneer hij een dag zonder werk valt. En dat wil het Vlaams Belang behouden. Niet enkel omdat dat goed is voor die dokwerker, maar ook omdat het zorgt voor sociale rust, productieve havens met relatief weinig arbeidsongevallen. Wij verzetten ons dus tegen iedere verdere uitholling van dit statuut. Wij laten de erkende havenarbeid niet kapotmaken door haar tegenstanders in België en Europa. Wij laten de haven niet kapotmaken door sociale dumping, zoals men de transportsector heeft kapotgemaakt of zoals men gedaan heeft met onze bouwsector. Niet met ons. Ik dank u.